Ako Taher was de zoon van een minister in Irak en hij was een van de grootste pianotalenten van zijn land. Maar toen zijn vader zich tegen het regime van Saddam Hussein keerde, liep alles anders. Ako heeft moeten vluchten voor zijn leven, kwam in Nederland terecht en raakte hier dakloos. Maar toen gebeurde er iets heel bijzonders. Kijk eens eventjes. Nou, ik kan wel zien wat jouw hobby is, hè? Ja. Dat laat ze niet raden. Ja, het is een mooie vleugel. Wat een mooi ding, zeg. Hey, klasse. Ja, het is echt een mooie vleugel. Het is een babyvleugel Yamaha. En ik heb hier ook nog een digitaal. Dat doe ik zeg maar, na 9 uur. S'avonds ga ik studeren. Dan doe ik hier met de koptelefoon. Ja. En daar heb je nog een halve staan, zie ik. Ja. Wat is dat dan? Nou, dat was een piano en ik wil op iets anders gebruik van maken. Ik maak een bar. Een bar van de piano? Ja. Gewoon een van de piano. Dus komt hier een drankje bij, een bar, maar dat moet gewoon verplaatsen naar de achterkamer. Wanneer ben jij begonnen met piano spelen? Dan was ik 8 jaar kind. Ik begon met gitaar tot 12 jaar. Ik moest naar muziekschool, hoogmuziekschool. Maar Waar was dat? Het was in Bagdad. Ja. En we hadden geen professionele gitaardocent. Ik ben voor de piano gekozen. En toen moest ik 2 jaar voorbereiden tot 14 jaar. En dan 14 jaar ging je gewoon 7 jaar studeren. Hoe vaak speelde je op de piano? Het was echt mijn leven. Ik was elke dag bezig. Dag en nacht achter de piano of achter de vleugel. Ik had piano, ik had vleugel. Ik ging naar de muziekschool. Mijn grootste droom was om echt ooit naar Europa te komen. Om nog een keer conservatorium te studeren. Jouw vader was minister in Irak. Hoe zag jouw jeugd eruit? Ik heb een hele goede leven gehad, eigenlijk. Begin van de tijd. Mijn vader was in de jaren 70 minister in Irak. Eigenlijk tot 88. Hij werkte in de politiek. Maar tot 88 heb ik heel goede, mooie leven gehad. En daarna, binnen dag en nacht. Alles is veranderd. Mijn vader was niet eens met het regime. En dat was het regime van Saddam Hussein? Ja, klopt. En toen, hij moest verplicht in Bagdad blijven. Dus wij konden nergens. En altijd de hele familie onder de controle. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, het was gewoon niet goed. Het was altijd angst. Hing jouw vader echt een doodstraf boven het hoofd? Ja. Want kijk, doodstraf in Irak is een eitje. Gewoon een eitje. We hebben geen rechtbank, we hebben niks. Ze kunnen de president, hij kan makkelijk een beslissing nemen. Ja, je krijgt doodstraf, dan krijg je toch doodstraf. Het is toch geen leven als je altijd bang moet zijn om opgepakt te worden? Het was, om doodgeschoten te worden? Het was ook geen leven. Je twijfelt aan iedereen. Mijn vader, hij was bezig om iedereen te vluchten. Maar het was zeer, zeer, zeer gevaarlijke idee. Levensgevaarlijk als je gepakt wordt. Met de hele familie en mijn vader moet erbij. Wij zijn met 9 mensen en wij kunnen niet in 1 keer. Dus moet je stapje van stapje. Ik ging alleen. En dan mijn moeder alleen, mijn vader alleen, mijn zus alleen. Dus ook op deze manier. Ja. En wij zijn gevlucht naar Soleimania, in Koerdistan. En daar wij zijn, het was ook niet het beste plek om daar te blijven. Je blijft eigenlijk hetzelfde land, dus je bent nog steeds bedreigd. Ja. En dan komt de volgende om iedereen naar Europa vluchten. Dus ik ben gevlucht naar Nederland. Het was niet in mijn hoofd om naar Nederland te komen, want ik liep achter de smokkelaar. En eens was ik met heel lange reis, 8 maanden reis naar 7 grenzen eigenlijk, Iran, Turkije, Griekenland. Dus je hebt 8 maanden over gedaan, van Irak naar Nederland? Ja, 8 maanden. Ja. Zo, hoe was die reis? Het was vreselijk. Alleen dus. Vertel eens iets over die reis. Bijvoorbeeld in Iran, dan moet je met
alle manieren lopen, op paard, vrachtwagen, auto's, noem maar op. Alleen de moeilijkste was tussen Turkije en Griekenland. Elke keer wil ik proberen, ik word gepakt en dan weer terug naar Istanbul. Proberen en weer terug naar Istanbul. En moet je 14, 15 dagen midden in de bos moet je achter de smokkelaar met 14 mensen lopen. Je neemt je eten mee voor 3 dagen. Maar je bent 1 week aan het lopen en dan vier dagen, je hebt niks, man. Wat moet je eten? Ja. Je wordt verplicht, misschien pak je een blader op, dan ga je eten. Je doet alles. Heb je bladeren gegeten? 100%. En ik heb alle vieze water gedronken van alle beesten. Van schapen, van de koeien, van de paarden. Zo. En toen kom ik naar Nederland. Ik was een asielzoeker over de water. Ik had echt dik problemen in mijn nieren gehad. Dus als jij bent aan het lopen, dan sliep jij in het midden in de bos, want moet je alleen in de donker moet je vertrekken. Toen ging ik naar Griekenland, gewoon in de park. Elke avond, eind van de avond, je zoekt een doos van de koelkast of wasmachine of noem maar op. Dan neem je mee, dan ga je in de park slapen. Ik heb eigenlijk het gevoel gehad dat ik geen mens ben. Dat ik me gewoon geen mens. Maar toen zit iets hier, alleen een kleine lichtje, laat maar zo zeggen, een echte kleine lichtje. Het komt wel goed. Ik geef niks op. Ik moet naar Europa. Ik moet weer naar de muziekwereld. En hoe is het met jouw ouders gegaan? Mijn vader is naar Nieuw-Zeeland gevlucht. En tot 2005. Hij is teruggegaan? Ja, hij is teruggegaan naar Irak. Want hij dacht dat het veilig was weer? Ja, veilig en ik ga dit land opbouwen. Mijn vader heeft een 2 boek opgeschreven. Het gaat om geschiedenis van de politiek en de land. Een soort biografieboek eigenlijk. En het een paar keer, of hij heeft vaak een sms gehad van dat moet je niet doen. Dus hij ging naar de boerderij toen hij wordt gevolgd door een zwarte auto met 2 mannen. Geheimdienst. En ze hebben hem doodgeschoten met een pistool. Hoe kan dat? Ik heb alles verwacht. Ik heb alles verwacht, man. Ooit hoor ik zo vreselijke bericht. Ja, dat was nog steeds moeilijk, nog steeds. Het eerste jaar, ik heb echt tot 2009, ik had een heel moeilijke leven. Ik was meestal bezig om met de drank, en drank, en drank, en drank, en drank. En ik heel weinig contact met de mensen. Ik wil geen contact. Puur verdriet? Ja, puur. Ik bel niemand en ik reageer ook op niemand. Ineens ik ging naar de dokter. Zeg, ja, als je zo doet, je haalt geen 50, geloof mij. Ja, ging het zo slecht met je? Ja, heel slecht. Als je zo doet, je haalt niet 50. Dus ga je helpen? Zeg de dokter, ik help mijzelf. Dat doe ik. En ik ging naar de kringloopwinkel in Rotterdam, Piekfijn. Piekfijn? Piekfijn, ja. Dat is in Rotterdam. En ik heb daar gesolliciteerd en ik heb dus gewerkt. Tot dag zag ik een piano, komt een piano. Tweedehands piano. Hele oude, valse piano. En ik was achter de piano beginnen spelen. Maar die alle medewerker daar, niemand heeft dat verwacht. Ook dezelfde de finiaal manager. Toen, wat speelde je? Ik denk ik heb dit gespeeld van deze keer. Hoe reageerde je medewerkers? Ja, hoe reageerde je collega's? Ik sta 4, 5 maanden met de vrouw en ze kijken gewoon. Nou, we hebben nooit verwacht dat je. We hebben iets gehoord, maar we hebben nooit verwacht
Dus ik kon piano spelen. Toen was een medewerker, hij werkt nog steeds daar, hij heet Ron, hij is de filiaal manager. Hij zegt, ach, weet je, ik heb een idee, wij gaan gewoon een koffieconcert. Ik ga voor een koffieconcert regelen. Een koffieconcert, wat is dat? Gewoon in de winkel. Dus het verhaal, het ging overal naar kranten, daar ben ik door Vibi Suryadi uitgenodigd en door de burgemeester en Gil Beeler en weet ik veel en overal. Dus toen, kijk, je raakt gewoon, kijk, je gaat naar de vleugel en je probeert even, kan ik nog spelen, kan ik nog iets spelen, kan ik nog akkoord pakken. Maar je voelt ook je hand is helemaal geblokkeerd. Ik bedoel, als je nu doet, maar toen krijg je dit. Ja, wat een stroom. Ja, helemaal. Daarom zeg ik ga iets spelen, moet iets ook wat ik kan spelen. Maar het was wel heel mooi, het was heel bijzonder gevoel. Dus eigenlijk heeft die valse piano in de kringloopwinkel jouw leven gered? Ja, 100%. Zo zou je het wel kunnen zien, toch? Dus, alles is veranderd door een hele valse, slechte piano. En nu word je overal uitgenodigd. Ja, ik ben onze bekendste pianist. Ik heb wel veel dingen. Ik ben bij jou uitgenodigd in 2013 van Sander de Kramer, De Wandeling. Daarna ik heb een Holland Got Talent. Ik was de finalist. Ja, ja, dat klopt. En daarna ik ben uitgenodigd door Robert ten Brink naar Ziggo Dome voor 18.000 mensen spelen. En 2015 voor de koning en koningin en prinses Beatrix een hele kabinet. Ik heb gespeeld in Ziggo Dome. Wauw. Dus, ongelooflijk hoe een leven kan lopen. Hè? Precies, kijk, je zegt altijd, toen kom ik naar Nederland, sliep ik eerst 2 nachten onder de brug in Amsterdam. 2 nachten onder de brug heb ik geslapen. Ja. Met vieze t-shirt, mijn lichaam stinkt. In dezelfde stad, 16 jaar later, ik heb voor de koning en koningin een hele kabinet in Ziggo Dome gespeeld. Ongelooflijk. Dus dezelfde stad. Ik vind je echt een held. Dankjewel. Het is echt fantastisch. Nee, maar je had natuurlijk ook kunnen verdrinken letterlijk in de alcohol. Precies. En je hebt zelf gezegd van tot hier en niet verder. Ja. Ik zie dat je vader op de piano staat. Is die nog veel in je gedachten? Als ik speel, meestal ga ik een beetje spelen, dan ga ik even omhoog te kijken. En ik word gevraagd, waarom doe jij dat? Eigenlijk. Ik denk, ik wil even mijn vader ergens voelen. Je voelt dat hij is vlak bij mij. Hey, zou je mijn favoriete nummer willen spelen? De Mondseinsonate. Oh, de Mondseinsonate. Ja, ik zo mooi. Geweldig. Ik heb lang geleden niet gespeeld daar. Ik heb een paar foutjes gemaakt. Een paar foutjes gemaakt, ja. Hoort bij. Hé, maar nou, we hebben een primeur. Vertel. Ja, ik heb nu een LP, opname van de LP. Dus geen CD, maar wel LP. Want de tijd van de LP komt terug. Ja. Ik heb deze opname gedaan bij Galerie Ritsaart, The Voice, in Maassluis. Ja. Met alle analoge apparatuur. En ja, ik heb nu een LP. Je eerste echte fysieke muziekstuk? Ja, eerste LP. Ja. Waanzinnig, dan wil ik hem zien ook. Tuurlijk. Ik ben nou heel benieuwd. Sander, wij zijn nu bij Galerie Rits in Maassluis. Ik heb hier de opname was voor de LP. Ja? Bij Galerie Rits hebben we die opname gedaan. Hier is de LP. Wauw, is dus helemaal fantastisch man. Is klaar. Wat een mooie plaat. Dit zijn de twee schilderijen die is op de LP van kunstenares Corina Weiner. Mooi zeg. Die heeft hij live tijdens een opname.
heeft hij geschilderd. Echt was live. Ja, het is fantastisch. Dat is echt, dus we hebben zeg nou gebruiken dat op de LP. Dus, en er staat hier de naam en de opname en het midden staat hier in Engelse taal. Ja. En in de hoes staat een Nederlandse taal. Oh, Nederlandse taal. Dus, en wanneer wordt hij gelanceerd? Nou, ik wil jou uitnodigen. Ja. Ik wil jou de presentatie, als jij gaat dat voor mij doen, dan ben ik zeer dankbaar. Tuurlijk, dat ga ik doen. Dan wil ik het eerste exemplaar ook, hè? dat krijg je tuurlijk eens voor jou. Eerste plaat die gaat naar jou toe. Ah, dat vind ik mooi, man. Schitterend. Dat ga ik zeker doen. Zeker. Ik ben onwijs trots op je. Ik vind het echt super. Waar je vandaan gekomen bent, hoe diep je gezeten hebt en hoe fantastisch je het nu voor elkaar hebt. Ik vind het echt petje af, petje af, petje dankjewel, af. Dankjewel, Sander. Ja. Ha ha ha.